Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Madelisa en ik ga jullie meenemen door mijn boodschappen voor aankomende week. Het is vandaag maandag en de boodschappen zouden door de Jumbo bezorgd worden tussen 4 en 6. En ik had als een donkerbruin vermoeden dat het dat eerder richting 6 uur zou zijn dan richting 4 uur. Dus omdat we vandaag op tijd moesten eten, had ik wat uit de vriezer bedacht. Voor de rest hebben we voor iedere avond een avondmaaltijd en natuurlijk de snackjes en nog overdag nodig hebben. Het was deze week 100,22 euro, wat als je langer deze video's kijkt. Mijn budget is ongeveer 100 euro per week, dus dat heb ik weer goed gedaan, al zeg ik het zelf. Zoals altijd staat ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. En hoop ik jullie weer te inspireren met wat je op tafel kan zetten. Vind je deze video's leuk, dan is jullie een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Want in ieder geval post ik boodschappenshoppels iedere vrijdag en hier en daar een weekvlog. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Dum, 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 dum. Hier hebben we het avondeten. Vanavond hebben we dus uit de vriezer het een en ander gehaald. Ik geloof dat het spinazie was, ook kaasnietsels en ik had er een aardappeltje bij gekookt. We eten morgen lasagne. Dus even kijken, morgen zijn we namelijk gemaakt met alleen twee volwassenen. Dus dan eten we een keertje lasagne. We eten een keertje kipsnietsels met broccoli en aardappelkroketjes. We eten een keertje kaasnietsels met krieltjes en sperziebonen. We eten een keertje pangasiusvlee met spinazie à la crème en ook een aardappeltje. We eten een keertje burrito. Dus ik heb burrito mix, tortillas gehakt en bonenmix, kidneybonen, witte bonen en bruine bonen van hak. En dan eten we natuurlijk ook een keertje friet en dan hebben we alweer 6 maaltijdjes. Ik heb Crystal Clear gehaald voor Pascal. Die vindt dat lekker om thuis te drinken. Flesjes water voor minder ons werk. Coca-Cola Zero. No caffeine voor mij. Een pot mayonaise, want die was op. Cherry tomaatjes voor mee naar school enzovoorts. Een blok kaas, want daar gaat iedere week een heel blok kaas doorheen. Pasta, want we hebben de laatste open gemaakt. En eigenlijk voor de rest had ik qua beleg nog wel genoeg pindakaas. Daar heb ik nog haalslag, heb ik nog. Boterhamworst, nog salami, gekookte worst enzovoort enzovoorts. En ik heb vorige keer natuurlijk ook al roomboter besteld, dat is dan ook nog prima. Taxi voor de kindjes om de siroop een beetje af te wisselen. Brood voor de kinderen. En mini-eierkoekjes, want dat vinden ze ook lekker. Ik heb ook nog ontbijtkoek en crackers en dat soort dingen. Dus we hebben ze een beetje keuze. Tegenwoordig doen we in de weekend dat we de kinderen hebben best wel vaak een filmavond. En daar willen ze natuurlijk popcorn bij. En ik had helemaal geen popcorn meer. Meestal maak ik er maar één en dan kunnen we gewoon kijken welke stemmen voor het meeste zijn. Soms willen ze zout, soms willen ze zoet. Dus ik heb het allebei in huis gehaald. Patatje joppie chips en paprika chips was weer 2 voor 3,50 uit mijn hoofd. Dus die hebben we dan ook op voorraad. Keukenrol, want zoals je kan zien was die helemaal op. Witte druiven, 2 bakjes en rode druiven. Appeltjes. En dat was het eigenlijk weer voor alles waarvoor ik betaald heb. Ik heb maar een heel klein beetje fruit eigenlijk. Omdat ik het idee heb dat ik zaterdag toch wel weer naar de markt ga. En dat dan toch maar weer voor een goede portie in gaat slaan. Want ik vond het vorige keer heel fijn. En er waren best nog wel wat fruit dat best wel lang goed bleef. Ten overstelde van, als je het bij de Jumbo bestelt, is het na 5 dagen echt wel een aardig eentje klaar. Dus dat. Ik heb er gratis bij gekregen een bloemkoolrijst. Die zat ook echt moeilijk in de vriezer bewaren volgens mij. En er zitten 2 receptjes bij. Ik heb Remia basissaus heet het volgens mij. Ja, witte basissaus. Er zit ook een briefje bij. Wat je daarmee kan doen. Ik ben benieuwd. Charlie's Organic Sparkling Water zat erbij. En deze, denk ik. Want ik heb ze niet besteld. Ik heb nog, oh ja, zie je wel. Kijk. Voor Mexicaan. Nou, die kunnen we dan misschien ook wel bij de burritos erbij doen. Een pamfletje voor vegetarische smeerworst. Dit is dan inderdaad voor de sparkling water. Van gemaakt van real fruit. Ja, dat waren dus alle boodschapjes. Zoals jullie kunnen zien was het best wel weer een hele hoeveelheid boodschappen. Zoals ik zei, het was 100,22 euro. En ja, ik ben daar eigenlijk best wel blij mee. Want ik heb wel het gevoel dat ik meer als genoeg heb voor aankomende week. En ondanks dat ik nog eigenlijk wel even naar de markt toe wil. Maar goed, dat had ik dan eigenlijk toch pas voor volgende week, het fruit echt. Denk ik. Ik heb ook nog wel wat kiwis en dat soort dingen liggen. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat was voor deze video, dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende video. Fijne weekend allemaal. Doei!